Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ben vandaag in het mooie Zutphen te gast bij Walhalap en ik zit hier aan tafel met Marco en Nina. Hallo. Ontzettend leuk om Hoi. hier te zijn, te gast bij jullie. Uh, we gaan erin duiken, we gaan het hebben over Walhalap en over jullie filosofie, op leren, op dingen maken. Maar voor degene die jullie niet kennen, even een korte introductie. Uh, Marco, jij bent de oprichter van Walhalap? Ja. Wal uh, ik volg je al lange tijd op Twitter, Vervent Fietser. Van uh, Naat, als het gaat over onderwijsontwikkeling. Ja. En ook WAHALP. En uh, rechts van mij zit Nina, Nina Walsink. Of Walsink. Walsink. Pardon, Walsink. <laughs> en je bent binnengekomen als stagiair MZ, maatschappelijke zorg. Ja. En je bent zelf ook uh, thuiszitter uh, geweest, uh, ja. een periode. Maar je, dus in zekere zin ben je ervaringsdeskundige. Maar wat heel leuk is, je bent niet vreemd met techniek. Nee. Dus je bent ook een meester. Je helpt ook hier de leerlingen met uh, nou ja, dingen maken. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En je begeleidt ook leerlingen. Ja, Kijk, thanks. Hartstikke leuk. En de slogan van Wahalab is: Ruimte, ruimte voor jong talent. Ja. Marco, dat is eigenlijk het idee, hè? Ja, zeker. Um, en als je hier komt, ja, ik ben hier dus eerder een keer te gast geweest. Er mm -hmm. zijn kinderen hier aan lassen, ja. ze zijn sieraden aan het maken, een vloer aan het gieten. Uh, met elekt elektronica werken, ja, ja. dat gebeurt hier, hè? Ja, op hoog niveau. Ja, dat ja. is wel. Uh, je zou kunnen zeggen, is dat niet heel gevaarlijk, heel spannend? Dodelijk. Dodelijk. Het uh, is een van de meest gestelde vragen aan mij, uh, door, door allerlei deskundigen, van, die kinderen gaan toch dood? Weet je wel? Dat is ja. eigenlijk een beetje de gedachte. Nou, ja, ik, uh, kijk, het behalve is natuurlijk de laatste jaren bekend geworden, maar ik ben er al heel lang mee bezig ja. om dit tussen oren te krijgen. En uh, ik denk dat wat we vroeger deden nog veel gevaarlijker was dan wat we nu doen. Want we hebben nu hier op dit moment geen actieve kettingzagen. Maar iedereen die onze website aanklikt, die ziet ook dat er een meisje van 11 jaar met kettingzagen in de weer is. En daar ook wereldberoemd mee werd. En ook tegelijkertijd een film oplevert. die nog steeds lesmateriaal in Japan is voor het onderwijs, kun je nagaan. Ja. Omdat in Japan wordt gezien: van, hé, hey, dat is een meester, dat meisje kan niets. En wij zeggen: dat meisje mag niks, want dat is gevaarlijk. Ja. En dat is eigenlijk mijn motivatie geweest vroeger als kind al. om iets aan het onderwijs te willen veranderen. Maar dat wist ik niet hoe. Ik wist: ik, wat moet je doen? Er is een school en er staat een bord boven, er staat school en er is een deur. Dan ga je naar binnen, heb je een leraar. En dat is het dan toch. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment in terechtgekomen, in zo'n school, zoals wij allemaal. En toen was ik een jaar of acht, negen en toen had ik de enorme drive om een vliegtuig te bouwen. En dat vroeg ik aan een docent. Ik zeg, Meneer, ik zou een vliegtuig willen bouwen. En toen zei hij: Nou, dan moet je zo'n modelbouwpakketje kopen bij de winkel. Ik zei: Nee, dat bedoel ik niet. Ik zou een echt vliegtuig willen bouwen, wat echt kan vliegen waar ik in zit. En toen zei hij ja, maar dan moet je toch alleen maar zo'n modelbouwding kopen. En dat bleef mij fascineren Toen dacht ik, maar dat vraag ik niet. Ik vraag, het moet echt kunnen vliegen. Hoe doe ik dat? Hmm. Daar kreeg ik geen antwoord op. En die vraag is altijd bij bijgebleven. Toen dacht ik, waarom heeft die docent op dat moment niet gezegd ja, ik weet het niet. Want niet weten is tegenwoordig heel belangrijk. Dan moet je zeggen, ik weet iets niet en dat moet je toedurven geven. Had ze dat, ja, ik weet het niet, maar ik ken iemand, die heeft een broer en die daar zijn zus van, die is getrouwd met een man en die heeft een achterneef en die heeft een vliegtuig gebouwd. Ja. Daar gaan we eens naartoe. Ja. Want ik heb dat uiteindelijk dat vliegtuig wel gebouwd. Het vloog trouwens voor geen meter hoor. Ja, anderhalve meter dus dan stort hij niet neer. <laughs> maar, maar ik heb het wel gemaakt, weet je. Want toen ja. was ik veertien. En altijd is mij bijgebleven, dacht, hoe, had ik mijn, hoe had mijn leven geworden als ik op mijn achtste iets had kunnen bouwen wat mij één meter had laten vliegen. En ik had hulp gehad van mensen die hadden gezegd, joh, het is moeilijk, maar we gaan het doen. En vooral jij gaat het doen. En ik ga jou helpen met kennis. En dat is eigenlijk altijd een soort in de, achter, in de achterkant van mijn hoofd blijven zitten. Want ik hoor dan ouders op een gegeven moment zeggen, van, ja, mijn kind loopt vast op school en zo getalenteerd. En nou ja, ik deed daar niks mee, ik nee. heb wel een andere carrière gekozen, maar het bleef altijd in mijn achterhoofd zitten. Ik denk, hoe komt het dat het onderwijs geen antwoord geeft op de vraag van een kind? En daar biedt eigenlijk wel halop is een plek waar dat dus wel kan. Nou, uh, niet in het begin hoor. Want ik, ik, ik kwam in Zutphen te wonen en ik had geld. En ik dacht, ik ga wat met mijn geld doen, ik weet niet wat. Uh, ik ben een fietser. Ik heb geen dure auto nodig. Dus uh, een nieuwe fiets was... Ja, na twee fietsen heb je wel genoeg fietsen, denk ik. Ja. En uh, toen had ik uh, de kans om een van de mooie oude torens van onze stad te krijgen. Nou, krijgen ik zeg dat even heel simpel. Het was het geen krijgen. Voor moeten knokken. En mijn plan was de deur openzetten. Verder niks. Ik had nee. een buitel, ik had een werkbank. Verder niks. Deur openzetten, kijken wat er gebeurt. Binnen een jaar zat het vol. Met, met jongeren. Want men vond dat wel cool. Er stond een monument in onze monumentale stad, en dat was open. De ja. meeste monumenten in onze stad zaten dicht. Ja, je een per jaar is monumentendag. Ja, <laughs> nou ja, dat deed ik ook gelijk aan mee, weet je. Ik zei: ja, monumenten ja, me, hup, gooi maar open die tent. Ja. En we hadden geen wc, we hadden geen verwarming, we hadden een toren van 700 jaar oud met dikke muren en steenkoud in de winter. En ja, op een gegeven moment had ik twee leerlingen, toen had ik er drie en die vonden het allemaal cool en het werd steeds drukker. En dat waren leerlingen die niet naar school gingen? Wist ik niet? Of wist je eigenlijk oh, niet? Dat was niet? Gewoon... Yep, ik zal heel eerlijk zeggen, men kan maar naïviteit verwijten, dat mag, hè? Mezelf, die vindt zich hartstikke naïef, maar ik wist het ook echt niet. Er nee. liepen jongeren bij ons rond en die hadden het naar de zin. Ja. Totdat een keer een bekend pedagoog binnenkwam fietsen, letterlijk, want die had iets gelezen over ons en die dacht, nou wat gebeurt er en dat rare zutven. We hebben het dan over het jaar 2008, kun je nagaan. Ja. En die zei, Marco, weet je wat je aan het doen bent hier? Ik zei: Nou, nee ja, ik ben gewoon iets leuks aan het doen. Hij zei, dit is onderwijs, jongen. Dit is, jij bent hier met pedagogische en didactische vaardigheden bezig. Want deze jongens en meisjes kunnen wat, ontwikkelen zich. Dus die waren gewoon dingen aan het maken. Je gebeurt, je... Er was van gewoon... alles. Er was er eentje die was een, een festival aan het organiseren. Ja. En dat op hoog niveau. Dus ik hielp hem daarbij samen met mijn assistent. Uh, we hadden een, twee meiden binnen, die, die waren alleen maar constant beelden aan het maken van papier maché en... Er gebeurde van alles. Ja. En het enige wat ik zei, als je het echt wil, dan moet je de moeite voor gaan doen. En ik weet niet alles, dus dan moet je gaan zorgen dat je de mensen vindt die jou verder kunnen helpen. Ja. En dat viel mij op, kunnen kinderen niet? Want kinderen gaan met hun armen over elkaar zitten en zeggen, ja, maar hoe moet ik dat doen? Hmm. Dus dat moet je ze blijkbaar leren. Je moet ze blijkbaar leren om moed te hebben. Om te durven. Om initiatief te nemen. Om initiatief te nemen. Kinderen gaan als. Ik heb de afgelopen jaar. Ongelooflijk veel ouders, ouders gesproken de afgelopen tien jaar, heel veel ouders. En die zeggen bijna allemaal hetzelfde. Hmm. Toen mijn kind, tussen de 0 en de zevende, achtste jaar, was het onderzoekend en het trof, alles zo spannend. En dan kunnen pedagogen zeggen: ja, dan neemt dat af, van je achtste, dan word je bewuster van jezelf, en weet ik wat. Nee, dat spelende mens, dat spelende kind, zit, blijft in ons leven lang in ons zitten. En wat ik dan zie, is dat de kinderen eigenlijk op school. en ik vind school heel belangrijk, begrijp me goed. Ik vind Heel belangrijk om Duits te kennen. Ik vind het heel belangrijk om het goed te kunnen leren rekenen. Wiskunde moet allemaal gebeuren. Ja. Vind ik echt. Ja. Maar blijkbaar leren we ze niet alleen een paar dingen aan. Maar we leren ze ook een hoop dingen af. Ja. Onbewust. Ik zeg absoluut niet dat ik hier meesters en juf beledig of beschuldig. Maar we leren ze blijkbaar dingen af. Nee, maar je, dat vind ik wel ook heel interessant, hoe in de afgelopen jaren om jou te volgen, je bent niet een soort tegenstander van onderwijs. Nee, zeker niet. Onderwijs, nou, zegt, zeker niet. Nou, het onderwijs, dat primaire proces, dat funderend, is ik belangrijk. Ik vind dat zo verschrikkelijk belangrijk. Dat Moeten we, we gewoon... Dat moet je, ik, ik zeg wel eens, ga. ik ben het met Martin Bootsma en Even Nijkerz altijd eens, ik, ben natuurlijk geen, ik heb geen school opgericht, Walhap is geen school, nee. en ik, we kunnen later misschien nog wel uitleggen waarom we dat om een hele simpele reden niet zijn, dat is heel grappig. Uh, maar ik ben het met hen eens van, ga nou eens lesgeven. Ja. En ga alle bullshit eromheen, haal dat nou eens weg. Zorg dat je een inspirerende school hebt die er cool uitziet. Ga goede wiskunde geven. Leg daar context voor uit. Ja. Je kan in deze ruimte, als je om je heen kijkt, kan ik vier onderwerpen aanwijzen. die te maken hebben met rekenangst of wiskundeangst van leerlingen. Wat ze gemaakt hebben, was het gebruik maken van wiskunde en rekenen bij dat project. Ja, precies. Want Nina, we zitten nu Toen wordt in een het soort cool. expositieruimte. Dat ja. moet even voor degene die nu ja. luistert. Dit is een plek in Zutphen, dit is een soort. Het is fantastisch leuk om hier rond te lopen, want overal zijn er dingen te zien. Hè? Het, is wat, heel inspirerend. het is heel inspirerend. Wat, wat zien we allemaal hier nou? Uh, uh, Kunst? Nou ja, van alles. Dit is uh, onze expositieruimte en alles wat hier staat, is gemaakt uh, door en met leerlingen uh, vanuit de op, Over de jaren heen. Ja. En het is, uh, het is vooral kunst, maar vooral ook heel veel inspiratie uh, voor jongeren die hier binnenkomen. Ja. En toegepaste kunst. En toegepaste kunst. Ja, dus kunst. je ziet hier bijvoorbeeld achter ons, Het is heel gek, je ziet daar een bord staan. En je herkent daar allemaal plastic zakken in. Van die boodschappentassen, weet je, dat grote planeel daar. Ja, ja, ja. Een van de grootste vervuilproducten is de plastic boodschappentas. Die kunnen heel slecht gerecycled worden. Nou, we hebben met leerlingen testen gedaan. Kun je met bepaalde temperaturen, kun je die dingen in elkaar smelten? Nou, dat kon niet. Kijk is? Dat zijn allemaal plastic zakken. Die zitten allemaal in elkaar versmolten. We hebben ze ook nog brandwerend gemaakt. Dus je kan er muurpanelen van maken. Je kan er kunstwerken van maken. Je kan er wanden mee maken. Dus het spul is prima te hergebruiken. Het Is Eigenlijk niet naar beneden met, met, met leerlingen aan het nadenken over. Van, goh, op wat voor manier kan je met duurzaamheid omgaan? Hoe, wat, plastic is een, een belangrijk probleem. Uh, kunnen we het gebruiken om te isoleren? Kunnen we er, en dan gaan die kinderen eigenlijk gewoon dingen maken? Is dat, en, en, en wat is jouw rol er dan in als begeleider? Uh, nou, dat verschilt heel erg per kind. Uh... Maar voornamelijk meedenken met ideeën, met projecten. Uh, als ze ergens tegenaan lopen, ze naar de juiste mensen en de juiste meesters uh, toesturen. Maar vooral ja. gewoon er zijn voor ja. ze. En gewoon laten merken dat iemand uh, ja, er voor ze is. Ja. Dat vinden ze heel erg belangrijk. Ze belangrijk. En, belangrijk. en ja. wij vinden het belangrijk, wij stralen uit dat wij hen nodig hebben. Ja. Hè, ik, mijn belangrijkste principe bij mijn pedagogische visie is kijk, kijk, kijken. En iedereen die hier is het gevoel geven, jij hebt het nodig. Ja, en tegenwoordig het gevoel geven, dat is net niet echt, weet je wel, maar wij hebben de leerlingen echt nodig. Want ja. we kunnen dit, deze ruimte is ontworpen door de leerlingen, is geschilderd door de leerlingen. De vloeren zijn hier gegoten door de leerlingen. Ja, dat vertel je, dus die alles, vloer, alles is hier gemaakt. We zijn waterdicht, uh, stofdicht gemaakt en vuildicht gemaakt, maar we hebben dat geld daar niet voor. Nee. En ik ben een ondernemer en dat is wat mensen in het onderwijs vaak bij ons komen ontdekken, van hoe kan je ondernemer worden. Toen wij dit pand betrokken, hadden we overal tapijt. Maar ja, we hebben machineruimtes, we hebben vet, we hebben. Ja. Dat kan niet, dat kan niet op de ja. pijt. En toen hebben we de pijt eruit gehaald, we hadden een financieel probleem. Want als je een gietvloer laat gieten, is dat extreem duur. Dat geld had ik helemaal niet vier jaar geleden toen we dit pand kwamen. Dus ik heb de grootste gietvloerenproducent van Nederland gebeld. En gezegd: Zou jij mij kunnen sponsoren met drie gietvloeren van, nou, totaal 400 vierkante meter, meer is het niet? Ze zeiden, Nee, dat doe ik niet. Toen zei ik, nou dan ga ik naar de concurrent, toen zei hij, die heb je niet, want ik ben de grootste, ik doe de macro, ik doe Schiphol, ik doe Ikea. En toen dacht ik, hij heeft gelijk. En toen heb ik een nachtje aan zitten denken, toen dacht ik, ik ga morgen terugbellen. Ik heb die man gebeld, ik zeg, hoe zit het met jouw personeel? Hij zei, nou dat, uh, wat wil je weten? Ik zeg, hoeveel zieken heb jij? Want je bent een vloerbedrijf waarschijnlijk heb je veel mensen met rugproblemen en knieproblemen. Dat had hij. En dus ik, als je nou drie van die mannen naar ons toe stuurt, die mogen niks doen behalve hand op de rug en ze mogen alleen hun kennis delen met onze leerlingen. Want het is een heel proces, proces hè, gietvloeren maken. En die man zei, nou, wel een grappig idee, ik doe het. Drie dagen lang heeft, heeft hij een soort chemisch laboratorium in de gang gestaan. Ik heb er foto's van, dus het bewijs is er. Daar staan leerlingen, staan potten met chemische dingen te mengen met precieze gewichtjes. En je ziet, er liggen prachtige gietvloeren. Die instructeurs, wat eigenlijk geen instructeurs waren, die waren in de eerste instantie heel boos. Die zeiden: moeten wij met die kinderen iets gaan doen, die jongeren, 13, 14 jaar? En na drie dagen zeiden ze: ze kunnen bij ons diensten. Ja. En daar liggen je fantastische voor. Maar het is natuurlijk ook ontzettend tof om je kennis te kunnen delen, hè? Exact. Dat wat je zeg maar impliciet kan, waar, waar je helemaal niet meer over hoeft na te denken en helemaal met jonge mensen. Exact. Helemaal bij het, het maken van iets. Ja. Maar dat is een hele slimme combinatie. En toen lag er een gietvloer. Dus, ja, het is een sense of belonging noem ik dat. Hè? Ja. dat is het is jouw plek. Hè? Want jouw je plek. hebt ja. aan die plek meegebouwd. Ja. En dus wat doe je als die vloer vies wordt door iemand die dat niet snapt? Dan zeg je tegen die persoon: houd een beetje netjes. Ja. En je zit hier nu aan een tafeltje wat gemaakt is door een leerling. Ja. Nou, de tafel staat hier een jaar, maar is nog steeds netjes. Dat is netjes, maar dat valt me ook op. Ik was hier vanochtend bij de dagstart, om het ja. even zo te noemen. Dan nemen jullie ook door, hè? Iedereen, hè? Hoe gaan we de, de vaatwasser doen? En iedereen, hè? Iedereen doet Meeders, mee. leerlingen, ja. stagiaires. Ja. Iedereen doet mee. Want je hebt, wat voor soort rollen hebben we hier? Je hebt dus meesters en leerlingen? We hebben uh, leerlingen, leermeesters. Die zijn hier op vrijwillige basis. En we hebben het bestuur. Ja. Uh, en dan uh, een aantal medewerkers. Ja. Waaronder ik, Vincent, Joni, Ja. En... ja. En dat is een blauwdruk voor elk behalap. Dus behalap in kapellen werkt hetzelfde. De toekomstgroep werken ook zo. Ja. Ja. En wat voor soort uh, jongeren komen hier naartoe? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe, hoe, vinden, die, hoe vinden die jullie? En, en, uh, ja, het is alle, alle jongeren. Alle soorten ja. jongeren. Uh, we hebben jongeren die vastlopen in, uh, in het onderwijs. Ja. Die vanuit uh, ja, als thuiszitter bij ons terechtkomen. Uh, maar ook jongeren die gewoon uh, na schooltijd wat leuks willen doen. Die een vak willen beoefenen. Um, en dingen willen leren. Dus het is niet een plek waar alleen er, zeg maar even tussen de probleemkinderen naartoe gaan. Zeker. Dat is, als je hier gewoon iets wil, je, je hebt energie, je hebt ideeën, ja. uh, je, uh, je wil je iets maken. Want Perfect. er staat ook op je, er is niets dat niet kan er bij komt. ons. Dat klopt ook. Dus, ja. dus, dus er komt hier van alles eigenlijk ja. binnen, ja. Ja. aanwaaien in zekere zin. Ja, in zekere zin, zin klopt dat. Okay. Wij, ik, ik keek vanochtend uh, de, de, de mails na en daar staan weer drie aanmeldingen. Gewoon ja. van jongens en meisjes die heel graag bij ons willen komen, omdat ze het gevoel hebben dat ze op school stilstaan. Dus niet op school slecht gaan, nee. maar te weinig met hun handen, met hun hoofd, met hun creativiteit kunnen doen. En die komen er in september ook weer bij. Dus ik heb eigenlijk altijd gezegd dat behalve heeft geen kaders, nee. heeft geen regels. De regels leef je voor, die, die zweven je, die voel je. Maar tegelijkertijd uh, mag je hier zijn omdat je hier wil zijn, omdat je hier moet zijn of omdat je hier kan zijn. Ja. En dan is de achtergrond van alle jongeren, ja, we hadden van de week een jongen binnen die zeer zwaar autistisch zou zijn. Die is pas twee middagen bij ons geweest, twee keer twee uur. En zijn vader kwam van de week van ons toe. Hij zegt, de verandering van onze zoon is na twee keer twee uur bij jullie al gigantisch. Anderhalf jaar door alle zorginstellingen gesleept. Want wat kan ik er iets over zeggen? Wat, 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 Hele duidelijke communicatie. Ja. Niet doen wat iedereen doet met bijvoorbeeld autistische jongeren, is de prikkels weghalen. Nou, je komt in dit pand binnen en er en al prikkels. Ja. Ja, Want je dus. moet namelijk leren filteren. Ja. Ik heb, er loopt op dit moment nu as we speak hier in dit pand een jongen rond. Die jullie waarschijnlijk niet eens opgevallen is, behalve dat hij fantastische dingen maakt en heel leuk met je praat. Ja. Vier jaar geleden sprak hij nog niet, schreeuwde die, nee. Sch schopte die alles om voor, in uit zijn voeten in zijn beeld weg. Autist. En nu is het een jongen die hier gewoon lesgeeft. Hij heeft, hij heeft de grootste Scholenfederatie toegesproken, al het schooldirecteuren. Ze ja. weten niet eens wat zijn achtergrond is. Gewoon een maker, iemand die. Uh, wat en doet. niet alleen een maker, een ongelooflijk. staat daar werk achter hem in dat kastje ja. daar. Ja. Dat is zo klein en zo precies. Ja. Dat is een geniaal talent. Ja. En daar zit het zijn we in op in. Wat we natuurlijk in het onderwijs steeds meer aan doen zijn, is labeltjes plakken op, ja. uh, op jongeren. Hè? Dus als ze langzaam lezen, nou dan gaan we meteen testen voor exact. de dyslexie. Hè? Dat ja. gebeurt soms al in groep drie. Ja. Groep vier, als uh, kinderen druk zijn, nou dan, uh, dan uh, uh, ADHD. ADHD. Nou, daar komen we een beetje van terug. Vroeger werden dat we natuurlijk flink gemedicaliseerd. Daar hebben we te danken aan Laura Baster. Want Laura heeft uh, met name haar nek uitgestoken als. Uh, als deskundige voor jongens, gaan dat nou niet doen, al die labels? Gaan nou hun talent benoemen en ja. niet hun probleem? Ja. Want dat is een van de grootste shit dingen. En dat zeg ik gewoon heel nadrukkelijk tegen iedereen die nu luistert. De grootste shit is een label op iemand plakken. Want iemand gaat het of geloven, ja. of gaat het naar handelen, of combinatie van beide. Nou, erger kan je niet hebben. En een van de meest moeilijke dingen in mijn vak hier vind ik: jongeren van dat label afhelpen. Ja. En hier om je heen staan alleen maar bewijzen van jongeren met labels. En je ziet wat ze hier maken. Het is ja. fantastisch. Het, mijn grote probleempje is, als ik bijvoorbeeld op een school ben, dan vraag ik als een docenten. Hoe zit het met de nieuwe Michelangelo's en Leonardo's op jullie school? En dan zeg je, ja, maar dat is iets van de middeleeuwen. Want die werden dan vroeger begeleid en dit en dat. Ik zeg, wacht even. De genialiteit was dus blijkbaar beperkt tot het jaar 1500 en 1600 en zo. Ja. En dat is, daarna is dat in ons DNA is dat weggezakt. Ja. Ik zie hier elke dag strokes of genius. Ja. En dat zie ik niet alleen hier, dat zie ik ook in Rotterdam bij de leerlingen, dat zie ik ook als ik op locatie ga, alleen niet gezien. Als je niet gezien wordt en je hebt niet de wegen, de wegen gekend of leren kennen hoe je daar zichtbaar kan worden, dan gaan er een hele hoop ongelooflijk belangrijke talenten van onze maatschappij gaan onmerkbaar naar het gemiddelde toe, toe zakken en dat gebeurt overal. En dat wil ik met welhulp een enorme halt toe wat je hier dus ook ziet, is allerlei verschillende soorten werkplekken. Je hebt ja. bijvoorbeeld houtbewerking, Nina. Dat, daar, daar zijn uh, leerlingen gewoon ja, uh, constructie aan maken. Er worden tafels nu gemaakt. Hele ja. mooie rekentafels, zag ik wel met driehoeken en cirkels. Ja. Maar we hebben ook een, een naaiatelier. Ja. Uh, er wordt ook met sieraden worden er gemaakt. Een elektronica kamer. Een techroom. room. Hoe, 3D, 3D lasercutter. muziekkamer. Muziekkamer. Muziek, uh, hoe bouw je de, hoe, hoe gaat dat dan? Ontstaat dat gewoon? Kan je er iets over zeggen hoe dat tot stand komt? Nou ja, ik heb de opbouw uh, van mijn hallab heb ik niet, uh, van dit gebouw heb ik niet meegemaakt. Uh, maar wat ik weet is dat we gewoon uh, meesters hebben die een bepaalde expertise hebben en die dat ja. hier inbrengen. En op basis daarvan uh, wordt er een lab gebouwd. Ja. Um, dus we hebben dan een meester die heel goed is met de muziek, die wilde graag een muziekruimte. We hebben meester Dirk die ontzettend veel weet van computers, uh, programmeren, 3D printers. Dus die heeft de hele, nou ja, wij noemen het de nerdsfokkerij, uh, die heeft hij helemaal opnieuw, uh, opnieuw ingericht ja. Uh, ja, als zijn lab. Dus ze zijn eigenlijk experts, meesters, ja, die ja. hebben ideeën en ja, gaan ze maken. En wat belangrijk is, vanaf het moment dat ze daar starten, zoals Dirk, Dirk is een relatief jonge mm -hmm. docent bij ons, die neemt gelijk al die leerlingen daarin mee. Dus het wordt ja. hun ruimte. Ja. En ik vind een van de belangrijkste dingen bij het is dat wij niet bedenken hoe dat moet zijn. Ik heb ooit gesproken met Kasper Guldager Jensen. dat is een heel interessante man. Hij is een schoolontwerper, is een toparchitect. En die had gezien wat mijn visie was. Hij zei: Marco, dit is wat onderwijs nodig heeft. Een gepersonaliseerde omgeving. Als ik op scholen kom, zie ik bijna nooit een gepersonaliseerde omgeving. Ik zie een functionele omgeving. Ik zie een omgeving waar een paar posters aan de muur hangen of wat dan ook. Hier moet je naar onze plafonds kijken. Er ja. hangen hier dezelfde plafonds op bijna alle scholen. Maar kijk eens, het zijn kunstwerken ja. die hier hangen. En. Iedereen mag een plafondplaat eruit trekken. Als jij zo meteen nog tijd zou hebben en je denkt, joh, laat ik je gek doen. Dan mag jij er zonder discussie. En ook de cameraman, die nou zo keihard staat te werken daar. Die denkt misschien, mijn handen jeuken. Trek een plafondplaat eruit ja. en laat iets achter. Dus voor de luisteraars, als je hier door het gebouw loopt, heb je gewoon van die klassiek systeemplafond. Maar bijna om het plafond heen zijn er eigenlijk kleine kunstwerken opgemaakt. Je ziet soms een kleine stad of een kleurenpalet of een snelweg. Je ziet hier een uh, soort uh, botten van een dinosaurus, uh, een kunstwerk van rietjes. Daar is hangt hier een redelijk... school aan het plafond. De, de, een de een van de scholen uit Amsterdam kon je op bezoeken. Die hebben hun school gebouwd. Alle docenten. En dat en hangt, hangt, hangt overal op het plafond. Ja. Dus als je omhoog kijkt, ja. is dat. Ja. ja, dus gepersonaliseerd. Want dat daar, daar, dus een plek die uitnodigt om ook uh, mee te maken. Dus weet dus de van de punt, jou. Weet je wat? het punt is. Um, Gerbert heeft probeert over wereldschrift onderwijs. Ja. En daar gaat iedereen kopen. En dat vind ik ook prima. Moet iedereen doen. Maar om niet. Uh, maar daar, dat heb ik ook gelezen en daar word ik altijd een beetje wanhopig van. Want er worden strategieën bedacht hoe je het onderwijs naar de wereld brengt en de wereld binnen het onderwijs brengt. Mm. Wij hebben hier, dat heb je gemerkt, een open deur policy. Ja. Iedereen kan altijd binnenlopen. En dan kunnen mensen dat is gevaarlijk, dat is dom, dat is levensgevaarlijk. Nee, want er komen hier mensen binnenlopen die gefascineerd zijn en ineens blijven. Dat is al een hele mooie stap. Zometeen komt er een man van een bouwbedrijf, die komt hier praten met mij voor een sponsorcontract. Die heeft het gevoel dat je de bedrijf binnenkomt, waar wel heel geleerd wordt. Dat is hartstikke interessant. Die wereld moet je binnenlaten. Dus jij zegt daarmee ook die, die wereldorganisaties, ja. zeker in de. Sluiten zich af. Sluit zich af. Jij ja. zegt: maakt, ga die bruggen slaan, haal ze naar binnen, ga er naartoe. Want op die manier. Ik, ik woon in een mooie, omgeving. Ja, ik woon in een hele mooie straat in, Zutphen, in het Centrum. In mijn straat zit een hele grote school. Ik kan bij alle buren aanbellen naar binnen om een kopje koffie. Ik kan niet de school binnenlopen zeggen, nee. ik wil eens in de wiskundeles bijkijken. Want ik heb een idee over wiskundeproject. Dan word ik door de ME waarschijnlijk al voor de koffiezetapparaat weggesleept. Van wat doe jij in onze school? Engeman. Wie, enge man, AVG, uh, weet ik veel wat voor termen erop noemen. Ik vind dat doodzonde. Ja. En wat... We leven blijkbaar in een tijdsbeeld waarin we toch ongemerkt je scholen zijn gaan isoleren. En dan gaan we volgens weer boeken erover schrijven en onderzoek doen op, om, om het we die... weer open te zetten. En jij zegt eigenlijk, je moet het gewoon doen. En je moet die leerlingen meenemen in die beweging, met die meesters. En dan, dan gaat het eigenlijk. Want dat, wat je hier ook voelt, dat, dat is een soort energie. Als je hier al binnenkomt, dan voel je van ja, hier gebeuren dingen. Weet je, weet je wat grappig is? Wij krijgen vaak docenten die lang een dag meedraaien bij ons op de meemaakdagen. Ja. En die hangen meestal om twaalf uur in de touw ja. bij ons. Dan ja. zijn ze echt doodmoe. Ja. Ja, dat heb ik heel vaak gezien. Ja, bij ons. ja we zijn zo moe. Maar jongens, de dag is pas net begonnen bij ja. ons, we gaan ja. tot vijf uur door. Ja. Nee, maar dit, ik ben hier eerder geweest met een clubje schoolleiders. Ja. En dat viel mij ook op. Die, we hebben toen een, nou, iets meer dan een halve dag waren. Die waren kapot. Ja. En we hebben er later nog op terug, uh, een terugblik op gedaan. Je, je krijgt heel veel indrukken ook. Yes. En je ziet ook, het is ook wel confronterend als je ja. hier bent. Want op de gemiddelde basisschool is het natuurlijk de het, het, het techniek... Het is weg. Lokaal weg. Het is weg. Het is weg. Um, je moet het hebben van, nou, er zijn wel scholen die dat goed doen hoor, maar die moeten dat echt wel uit hun tenen halen en heel slim organiseren. Het zijn ICT-lokalen geworden ja. vaak. Ja. Maar ja, dan moet je wel de docenten hebben die de passie hebben en de, en de, en de, de vaardigheden om de passie over te brengen. Ja. En daar zitten we op techniekgebied, komen we ontzettend veel problemen ja. tegen. En ja. Nino, je hebt, hebt ook een tijdje thuis gezeten. Ja. Um, uh, wat, doet dit, wat doet deze plek dan met, met, die, met die jongeren, waardoor ze weer het gevoel hebben: hé, hey, hier kan ik wel, ga ik lekker leren en ik ga misschien wel weer naar school. Nou, het belangrijkste is, denk ik, gezien worden als de persoon die ze zijn. Dus niet als het label waar we het net over hadden. Uh, als jongeren hier binnenkomen, dan laten we alle labels uh, buiten ja. de deur. En we kijken gewoon naar hen als persoon. Uh, en ze mogen zijn wie ze zijn. Ze mogen zich ontwikkelen. Ze mogen fouten maken. Uh, ze mogen vallen en... Uh, en we helpen ja, en opslag. wat niet wil zeggen dat het een soort vrijheid voor alles is en dat nee, alles nee, kan. dat want wij hebben hier een hele. Dag, als mensen tegen ons zeggen, dat hoor ik wel eens, ze zeggen, ja, maar maar bij jou kan alles. Nee, alles kan, maar dat kan alleen maar binnen grenzen. Zeker. En wij geven heel duidelijk aan wat accepteren we niet hier. Ja. Dat leggen we één keer uit, hangen we geen bord voor op. Nee. Dat moet je snappen. En dat leven we vooral zoveel mogelijk zelf voor. Nou, je voelt hier ook wel een vorm van, in uh, de goede zin van het woord autoriteit. Ja, van de meeste van de meester draagt wel voor het woord hoort. Ja. valt binnen mijn visie. Ik, ik ben heel erg voor autoriteitsinfo. Ja. En dat is wat anders dan autoritair. Ja. Ik leg dat heel vaak uit als ik op de PABO's les lesgeef. Dan vraag ik aan de, aan de leerlingen. Weet jullie het verschil tussen autoriteit en autoritair? En dat weten ze niet. Dat vind ik schokkend. Hè? Dat ja. zijn onze toekomstige ja. docenten. En dan zeggen ze, ja, dat is dat je dan heel streng bent. Ik zeg, nee. Autoriteit is dat je iets praat met autoriteit, dat je ergens wat van weet en dat je daar niet dwingend in bent, maar dat je het wel zo uit kan leggen. Kijk, Nina komt uit een technische familie, vind ik een heel groot voordeel bij ons. Ja. Dus als, ik, als er een tafel staat te wiebelen bij ons, dan heeft zij vanochtend al bewezen dat in vijf minuten die tafel niet ja, wiebelt. snap je dat. En dat is, niet helemaal in, dat is misschien niet zo spannend en high-tech, maar daardoor heb je een bepaalde visie. Nou, Op het moment dat je dat niet durft, daar niet in durft te staan, in die positie, dan, dan red je dat dus niet. Nee. En dat gebeurt heel vaak. Daar zien we heel veel op ons heen. Ja. Een praktijkvoorbeeld. Nou, uh, Nina had al aangegeven dat alle soorten jongeren bij ons binnenkomen. En een jaar geleden kregen we een jongeman binnen. We noemden hem K. En K die is 14 jaar. K gaat niet meer naar school. Het gaat niet goed thuis. Het is onhandelbaar. Hij is. Nou, alles wat je kan bedenken aan een lastige leerling. De School is handelingsverlegen aan het worden. We weten het niet meer. En toen kwam men met het idee van: zou die nou toch al op kunnen? Vanaf de dag dat Kaap binnenkwam bij ons, hebben we een hele duidelijke manier van communicatie met hem gehad. Hij gaat niet naar school, snappen wij, hoeven we niks van te weten. En af en toe begon hij over school en dan praten wij met hem mee. Van, Nou, nou, wat is er toch erg op die school? Jongen, jongen, wat een rotmeesters. Dan gaan we gewoon mee. En wat zijn reacties van God? Er zijn mensen die, die, die snappen mij. En dat is natuurlijk heel fout volgens een hele hoop docenten. Nee, dat doen wij om een bepaalde reden. We praten met ze mee en we zeggen: Nou, die docent zegt, jongen, jongen, wat een sukkel, hè? Ja, want dat vinden ze een sukkel. Mm. Je bent veertien en die docent is een sukkel, jij weet het beter. Loop, toch? Dus we praten mee tot een bepaald moment. En dat is een moment wanneer hij iets gaat willen. En dan leggen we de link met die docent, dat kan een taal zijn of een wiskunde, en dan weet hij iets niet. Dus we ze nou toch maar met die leraar een goede band gehad, dan had jij het wel geweten. Dat werkt al louterend in zijn hoofd. Hij is kwart jaar bij ons. Hij gaat dan alle kanten vooruit. Dat is iedereen het over van over school. Is hij mij even van die MD overleggen? Je kent dat wel. Zie je met twintig mensen ziet te praten over één jongen. Vreselijk, maar goed. Iedereen zei: het gaat hartstikke goed met die knul, maar op school nog steeds niet. Hm. Daar zit een zorgteam. Daar zitten tien mensen die moeten plannen bedenken om die leerlingen aan het leerlijk te krijgen. En er komt niks uit. Dus na driekwart jaar is de familie nog steeds bang van hoe moet dit nu verder? Want en gaat bij ons goed, wij zouden hem weer op school kunnen krijgen in combinatie met een dag per week naar het behalve. Lukt niet. Uh, in het overleg met alle docenten heb ik toen gevraagd jongens, welke onorthodoxe middelen hebben jullie toegepast buiten wat jullie geleerd hebben? Ja, ja toen zei ze: ja, eigenlijk hebben we van jullie vijf dingen al geleerd in het afgelopen jaar. die wij nog nooit hadden bedacht. Dat hadden wij ons niet gerealiseerd. En toen zei ik, wat gaan we nou doen om deze jongeman terug naar school te krijgen? Ik zei: Wat jullie gaan doen, is jullie directeur wakker schudden. Jullie directeur gaat deze jongeman bellen. Die gaat niet vertellen waarom hij wil spreken, maar die zegt wel dat hij hem wil spreken. Nou, dat vond de school lastig, want ze vonden dat ze moesten uitleggen aan de leerling, want anders was er te veel spanning op de leerling. Zeg, die spanning is niet erg, want het bespreekt hij met ons wel. Dus hij kwam inderdaad bij ons binnen en zei: Nou jongens, mijn directeur heeft mij gebeld, ik moet volgende week in de directeur komen, ik zal wel iets fout hebben gedaan. Wij zeiden: Nou dat zal dan wel, ja. Ja, we wachten het wel af. Wat hij niet wist, is dat de directeur door ons geïnstrueerd was, zeer nadrukkelijk, om te praten over deze jonge man? Dat hij zeer trots op hem was, dat hij bij het halve zo goed bezig was, zulke mooie dingen maakte, zulke mooie meubels, want er komen gewoon reacties op zijn meubels. Er staat een kast van hem hier achter. En de directeur wil ook dingen van hem hebben voor de school. Ja. Nou, zijn moeder zei: hij heeft ongeveer twee dagen staan stuiteren in het huis. Ja dat de directeur een opdracht heeft gegeven. Hij is op dit moment, as we speak, in onze werkplaatsen... de laatste hand aan het leggen aan drie krukjes. Drie totaal verschillende krukjes voor de directeur. Hij heeft een offerte moeten maken. Die is goedgekeurd door de school. Het Gaat om 17,50 euro per krukje. Nee, Al oh, was gaat... het 2 euro. Gaat het, niet het gaat erom dat deze jongen nu ziet dat school ja. hem ziet. Ja. En de school was er ook zeer blij mee. Ja. Maar we moesten het wel goed uitleggen hoe ze het moesten doen. Maar Nina, dat is wat je dus daar ook ziet in dit voorbeeld, is dat zo'n jongen in één keer serieus wordt genomen om iets wat hij kan. Hè? Ja. En dat er ook een soort vraag is van. hé, hey, wat jij kan, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ja. Dus dat, een, dat is een soort verbinding die dan ontstaat. Ik denk dat dat, hoe kijk jij daarnaar? Doen we dat voldoende dan in, in scholen? Dat op die manier kijken naar kinderen. Nou, ik denk dat we in, in het onderwijs tegenwoordig. Te weinig kijken naar de kinderen als persoon. Hm. Uh, het, is natuurlijk, het zijn hele grote klassen. Ja. Zo'n directeur heeft misschien uh, een, een paar duizend leerlingen onder zich. Um, en die kent niet iedereen. Die spreekt niet persoonlijk met iedereen. Behalve als er iets aan de hand is wat ja. niet goed is. Uh, en het voorbeeld van K. vind ik heel mooi. Omdat hij gezien wordt als persoon. Ja. Er wordt gezien van nee, hij, hij, het ging even niet goed met hem. Hij is bij het behal gekomen en daar doet hij iets. Hij kan iets. Ja wat ik zou willen toevoegen eraan is, is als persoon maar ook uh, om zijn vak. Hij kan iets. Ja. Om zijn talent. Om, ja. wat je vaak ik vind wat mij opvalt maar die gedachte kan ik nog niet helemaal afmaken is we zijn afgelopen jaren het onderwijs heel erg gaan psychologiseren, heel erg naar het individu gaan trekken en heel ja. erg je moet jezelf begrijpen, ja. je ja. moet je ja. leerproces je leren nou, het. Gek, maar terwijl het. het is helemaal niet zo interessant wat mij beweegt. Ik wil iets maken. Ja. Ik wil een podcast maken. Ja. Ik wil ja. een studio inrichten. Exact. Ik wil een een huis proberen te bouwen. Ja. Dat is waar de verbinding op zit. Arjen Lubach zei dat ook een keer in een interview: van uh, dat zijn de mensen met wie ik wil samenwerken, ja. met wie ik programma's wil maken, Juist. die het niet over zichzelf hebben, ja. maar over maar, wat ze doen. Precies. En ik, ik kan me voorstellen dat dat zo'n jongen ook, ja, dat is waarop je die maakenergie dat is bijna iets primairs of zo. Weet je uh, wat mij ook. een paar jaar geleden voor het eerst een drive gaf, gaf Gaf eigenlijk om dit te gaan ontwikkelen, om het groter te maken? Dat was een gesprekje wat ik had met Jess. een jongen van 11 jaar. Echt een ongelooflijk leuke knul met een ontzettend talent. Hij was dus nog in het Jeugdjournaal terechtgekomen... Met, met zijn ideeën en dergelijke. En toen zei hij... Marco, als ik op school over mijn ideeën praat... gaan ze altijd met me praten over waarom ja. ik... en hoe ik het ervaar. Ja. En hij zegt... dan moet ik uitleggen waarom ik soms zo boos ben... als iets niet lukt. Want ik, hij zegt, maar ik weet niet wat ik dan moet zeggen. Nee. En dan moet ik er toch over praten... En toen heb ik een keer met zijn meester gebeld. En dus zei ik, joh, kan je er niet mee ophouden met het psychologiseren? Ja. Geef die jongen nou eens de kans, de ruimte om te laten maken. En die jongen doet nu vormgeving en designopleiding. Ja, ik vind dat ook echt een punt. Ik zat laatst, goed. mijn kinderen gaan naar een ontzettend leuke school. Mm -hmm. Leuke Montessori school, een buurtschooltje in Zeist. Maar dan uh, gaan we aan de hand van, uh, Willemijn is dan zeven. Dan gaan we aan de hand van talentkaarten uh, het hebben over haar ontwikkeling. Ja. Ja. Als je zeven bent en je krijgt zo'n talentkaart. Het enige wat zij deed is toch een beetje met grote ogen... Ik, kijken ik, van... ik zie de talentkaarten overal en ik word er zo ik verdrietig denk van. Dan, ja. Ik snap het idee. Ik vind het idee ook... want dit, ja. Hier werken jullie met talent. Dus, uh, laten maar de talentkaart heb je nog nooit gebruikt. Ik nee, nee. De talentkaart hebben we nooit gebruikt. Je creëert nou een omgeving waar je kan spelen. Ja, Rob Martens heeft dat ooit eens in, in ja. een boek uh, goed gezegd. Ja, creëer nou de omgeving waar je kan spelen. Uh, creëer daar de, 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 de deskundigheid omheen. Creëer een leervermogen. Het willen leren noemen wij dat. Mm. Hashtag willen leren is bij ons hartstikke belangrijk. Ja. En mag falen faal dan goed, ja. weet je wel, en start dan opnieuw. Ja. En hoe vaak moeten wij kinderen niet uitleggen dat je je fouten mag maken, dat dat niet dat erg dat hoort is. dat wordt bij ontwerpen. Dat is, dat is je proces. Belangrijkste ja. Ja. Hey, onderdeel. Ja. Ja, precies, niet, want achter ons zien we een hele mooie bol ja. van Brim, die, ja, dat, dat is. is een 3D uh, bro, ja. bol die hij heeft gemaakt. Ja. Ik, ik heb vanochtend gekeken, ja, dat is echt gewoon, ik zei, ben je nou een kunstenaar? Hij was ja. er een beetje, ja, ik denk van wel dan. Ja, vindt, maar een jaar geleden, exact vandaag een jaar geleden, is hij bij ons binnengekomen met lang haar Incommunicatief, zijn moeder deed het woord. Hij was een thuiszitter. Er gebeurde niks in zijn leven. Nee. Ik heb hem wel verteld dat zijn haar eraf moest, omdat hij met machines wilde werken. Ja. Of als hij met machines wilde werken. En na de zomervakantie stond er een jongen, hoort haar voor mij. En zei: Hoi Marco, ik herken hem niet. Is, uh, voor degene die nu luistert, ik zou even een plaatje plaatsen op chipcast.nl. Je ziet een soort wereldbol met allerlei houten fragmentjes die in elkaar schuiven op een sokkel. En het is, het is ook heel sterk en stevig. Ja. En hij maakt het helemaal zelf. Het is heel ingenieus in elkaar. En het is nog een van de kleine, hè? Want Hij, maakt, hij kunst... maakt het ook hele grote. Het is ook heel ja. leuk om naar te kijken. En ook om het vast te houden. Dat viel ja. me ook op. Maar dat, um, er zit ook iets in van als je dat gaat maken. Um, dat we een beetje weggaan van dat hele softe praten over leren. Maar gewoon nou, doen, dan, je dan krijg je feedback over zo'n stukje hout. Precies. En volgens mij is dat ook wel dadig helder, voor kinderen. Helder. helder Het is helder, helder zijn. Ja. Ik, ja. ik heb uh, wel eens verweten gekregen dat ik zo zwart-wit was en zo. Weet je wel. Nou, dat klopt ook. Het logo is zwart-wit. Want tussen zwart- en wit zitten namelijk alle kleuren. Dat ja. vergeet even iedereen. Ja. Maar dat vind ik heel belangrijk. Maar die veelkleurigheid en soms ook die helderheid in communicatie, is iets wat wij hier niet alleen propageren, maar wat we elke dag moeten doen. Ja. Hey, en uh, wij helder zijn. Is dit, wat mij wel opvalt? Is dit zijn de jongeren die ik nu heb gesproken? Het zijn wel die hebben iets kunstzinnigs in zekere zin. Ja, maar dat is... misschien niet allemaal. Nou, wat, want nog, ik wel kunnen zeggen: komen hier nou alleen de kunstzinnige nee. kinderen? Nee, nee, dat is okay. grappig. Nee, okay. je, ziet hier nu, nee. je ziet hier nu kunstzinnige en creatieve jongens en meisjes. Maar dat waren ze niet toen ze hier binnenkwamen. Nee. en dat was, fascineert ons elke keer zo. Eh, ik heb al gezegd: mijn grootste fout is de afgelopen jaren dat ik niet heb kunnen vastleggen hoe de jongeren waren toen ze bij ons binnenkwamen. Dus een dagboek ze Nou, houden. zes waren of vijf. De jongen waar ik het net over had, die nu hier rondloopt... die nu hartstikke communicatief is, mooie dingen doet... die had je vier jaar geleden had je geen dubbeltje voor hem nee. gegeven. In het nee. wereldje. En wij niet alleen, maar de hele zorg had hem opgegeven. En ja, dat is er, heftig hè? Er loopt nu een vakman rond bij ons... die op zo'n ontzettend plezierige ja. manier communiceert. Dus hier worden gewoon mannen en vakvrouwen ook opgeleid? Nou, er zei dan... iemand ooit eens... Ja? Die, wat jullie hier doen is het maken van mensen. En dan ja. een, dat werd heel verkeerd uitgelegd... Van, oh, alsof jullie een soort uh, ubermens maken. Nee... Wij creëren weer wat een mens kan zijn. Ja. Namelijk een totaal wezen. Een maker, een totaal wezen. Als we nou even een stapje hoog gaan naar onze samenleving. Ik heb laatst een podcast opgenomen met een, een hoogleraar en baas van een waterreinigingsbedrijf. Heel slimme mensen werken ja. daar. En die maken dan die reinige water. Ja. Maar die maakt zich heel erg zorgen. Die zegt: Ik heb gewoon geen technici. Hè? Ja. Er zitten allerlei er zijn techniekpakten en overleggen. En allemaal mensen die ja. heel mooie plannen aan maken. Hij zegt: Maar ik heb echt een heel groot probleem. En als je dus in Rotterdam komt bij de havens. Idem Als je komt bij ik een, een Timmermans. Overal. Wat gaat er dan mis? Want hier ja, gebeurt dus wel iets. Dat kan ik. ik ja, heb Marco, twintig wat, jaar geleden heb ik columns geschreven in diverse kranten. En ik kom natuurlijk uit een technische ondernemersfamilie vroeger al. En mijn vader zei vroeger al: ik kan de juiste mensen niet vinden. Dus ik schrok niet van die opmerking. Nee. Maar ik ben een keer een ruzie gehad met mijn vader omdat ik zei: pap, je kan de juiste mensen wel vinden, maar ze hebben niet de juiste mentaliteit, ze hebben niet de juiste skills. Hm. Jij moet ze in je bedrijf zo ver opleiden dat ze eigenlijk met no skills binnenkomen. Wij zien dat bij de stagiaires van de vakopleidingen komen. We hebben heel veel stagiaires. Wij moeten ze alles leren. De technieken. Nee, op de stage moet je toepassen. Bij ons moet je toepassen. Maar wij moeten ze alles leren. Geef een voorbeeld. Er komt een vakdocent binnen een vakstudent binnen. En die kijkt even naar die mooie klok achter jou. Daar hangt een hele mooie klassieke ouderwetse klok. Die is volledig... staartklok, is dat Ja, zo'n staartklok. Een Friese staart. Ik weet niet precies hoe het heet. Nou, dat... Dat was in alles slechte staat die je maar kon bedenken. Nou, dat ding is fantastisch gerestaureerd. Ja. Maar er moest alles voor geleerd worden wat dat meisje eigenlijk op haar opleiding al had moeten leren. Maar dat had ze niet geleerd, want het onderwijs was getheoretiseerd. Dus hier ligt haar werk. Zie je het? Je ziet hier alle onderdelen liggen. Oh ja. Nou, dat geeft al aan hoe wij, hoeveel we haar moeten leren. Dus je ziet even voor degene die luistert: zo'n zo staartklok die je wel kent, die, maar dan helemaal, helemaal opgepimd. opgepimd in het midden. Bloemen erop en dan hele mooie, gouden koperen. Uh... Ja. Ornamenten en veel dus Het, weer. Stoten, uh, het weer. Elf, elf, uh, elfjes. Engelen. Ja, En aan de rechterkant zie je als daar allerlei onderdelen uitgespreid ja. op een soort bord. Om te weten hoe het werkt. Te weten zij, hoe het werkt. Wist, zij wist dat niet. Dat had ze helemaal niet geleerd. En je hoeft geen klokken te leren. Hè. Maar wat ik, en ze deden nou Onder andere technisch, technisch technisch, ge... technische vormgeving. Ja. En ja. een van mijn grootste zorgen is altijd geweest. En ik heb er twintig jaar geleden al stukken over geschreven, jongens. Let op, we gaan de verkeerde kant op. Want we. We hebben geen techniek meer op het onderwijs. We hebben niet meer een makersplek op scholen. En daar moet je dan ook de juiste mensen bij hebben. Als ik nu op scholen kom en zeg: je, ja, maar we hebben wel maak een makersplek hoor. Dan ga ik kijken en dan zie ik daar een knutselhoekje met ready-mates, ja. met kant-en-klaar spul waar geen ingenieur nodig is. Digibots En dat soort dingen. Excel. You, you name it. Ik word daar ontzettend verdrietig van. Ja. En waar ik nog verdrietiger van word, is dat als docenten bij ons komen en vakvaardigheid doseren, het level waar ze op staan, er lopen op dit moment hier een aantal vakvaardigheidsdocenten die bij een school weg zijn gegaan omdat ze zeggen ik kan mijn kennis daar niet delen want ik heb de spullen niet meer voor wat ik verbazingwekkend vind en daar ben ik echt woedend over ik ben niet snel kwaad, maar waar ik woedend over ben is dat er honderden miljoenen naar het techniekonderwijs worden gesluist via de techniekpakten en dergelijke ik ga daar niet meer mail in de mond over nemen dat gaat naar de scholen ik zie daar materialen van worden gekocht die stilstaan ja. en vertel ja. mij echt niks erover want ik kom op die scholen, ik zie ze er staan dure machines waar wij maar van kunnen dromen. Wij moeten met onze organisatie met vrachtwagens regelen, heiskraan ja. regelen, om machines uit fabrieken weg te halen die al 50 jaar oud zijn. Daar kunnen wij deze fantastische dingen mee doen. En het onderwijs wordt gesubsidieerd vanuit onze overheid om dingen te doen die niet werken met geld wat van ons is. En dat gaat om honderden miljoenen. En daar ben ik woedend over. Ja, wij, is... moeten, wij moeten hier echt schrapen. Ja. Wij krijgen daar geen subsidie onder. Want we zijn geen school. Terwijl hier lopen die jongens en meisjes. Ja, je door. rijdt het hele land door. Hè? We, zijn over, uh, we zijn overal. Uh, we rijden tot in België toe om spullen op te doen. En dat vinden doen. we leuk. Ja. Maar dat is niet vol te houden als we groeien. Nee. En wat ik, wat ik schokkend vind. Is dat de deskundigen. Die de, bij de techniek pakten werken. Het in hun hoofd halen. Om in deze stad zelfs een dag te organiseren. Voor techniek voor de jeugd. In een kaal gebouw waar niks is. En ons te passeren. Dat dus blijkbaar is er een soort dynamiek gaande die, die geen verbinding meer heeft met dat nul, te maken. Nul, nul, Maar wat mij opvalt is dat, dat techniek in het onderwijs veel gaat over digitalisering. Ja. Over robotjes ja. en programmeren ja. en Lego dingen en zo. He, zie je dat ook op scholen? Of ben, ga ik dan ja. kort door de bocht? Nee, zeker. Het is nu vooral inderdaad de focus op de, op de ICT veel. Op uh, inderdaad ja. de robotjes ja. en... Dus niemand het kan echt, meer een CV repareren. Het, nee, 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 echt het vakwerk en uh, gewoon echt met de handen werken. Ik zal even kort vertellen wat er de, de afgelopen weken, de weken de gebeurd is. We zijn gebeld door een van de grootste zonnepanelenfabrikanten van Europa. Ja. En installateurs. En die hebben gezegd: Joh, kunnen wij personeel bij jullie gaan opleiden, jongen? Dat, dat is niet de enige die nee. ons benadert. En dan zeg ik: Joh, maar ga dan naar de regio. Die werken niet. Die staan stil, die opleiding. Dit is echt gebeurd en ik kan buiten de uitzending de namen en rust. Me nee, breken. maar het gaat, ook even, het gaat dus over blijkbaar dat die, die, die bedrijven ook niet meer de verbinding voelen met sommige ROC's of hogescholen. Ze komen er niet meer. Ze komen er niet meer en zeggen: ja, we, zoeken, we hebben andere manieren nodig. Maar het valt mij ook. Kijk, uh, ja, je kan hier uh, gitaren repareren, ja. leren stemmen, een ja. uh, cv inderdaad repareren. Ja, nou, cv-ketels, nou, dat zek, is uh, het zek ombouwen zek. naar. Uh, weet het, die dingen, warmtepompen. warmtepompen. Ja, ja. Dat, ga je, dat ga je misschien ook een beetje leren met een robotje. Maar het gaat ook over kennis. Van, Chip, als, gras, van een, als een, docent, als een, ja. een directeur van een, van een vakopleiding tegen mij zegt: Marco, we gaan volgend jaar gaan we een slag maken op onze opleiding. En zeg ik, Nou, vertel eens, we gaan meer theoretiseren ja. Dan kijk ik hem aan, dan dus denk ik: Wacht even. Dus je, je gaat meer computerprogramma's inzetten, terwijl je eigenlijk die spullen moet je hands on op de vloer hebben. Ja. Doordat jongeren hier bij ons de materialen voelen, dat noemen we tactiliteit, met hun handen leren werken. Ja. En begrijp me goed: we hebben hier VWO'ers die met hun handen kunnen werken. Dus het gaat hier niet meer om de scheiding tussen de denkers en de doeners. Want dat wordt in het onderwijs vaak gezegd: dat moet ontzettend van kotsen. Want we ja, hebben hier die gewoon heel graag techniek in willen. Tuurlijk. Maar niet, niet de ICT in willen, maar die willen dingen lassen of die willen dingen maken. Ja. En ik heb een ontzettend leuk nieuwtje. Mag ik het vertellen? Van mij wel. Een van de absolute top programmeerbedrijven van Nederland. En dat is absoluut de top. Ik ben daar vorige week geweest, dus dan kan je misschien wel voorstellen welke het is. Die heeft gezegd: we wij zien bij jullie zulke mooie ontwikkelingen. We willen in november starten. Met een vrijdagmiddagborrel. En dan kan je zeggen een borrel met, met jongeren, ja, zo noemt hij dat. En ze komen op vrijdagmiddag naar ons bedrijf. Daar wordt zo'n state-of-the-art technologie gemaakt. Dat is fascinerend. En dan gaan ze gaan bij ons spelen met de spullen. Gaan, wij betalen dat ook allemaal. En dat mogen leerlingen van jullie zijn. Hoe droog en cool is dat? En... Je, je raakt hier een punt, ik ja. denk dat, dat waar ik aan moet denken, is dat dat, dat, dat maken, hè? dat iets ja. met je handen kunnen creëren. Ja. Dat, ik heb eerder een keer met Paul van Eert een podcast gemaakt over natuurspeeltuinen. Ja. En die zei, uh, die maakt heel veel op basisscholen natuurspeeltuinen. Mm -hmm. En dat doet hij dan met ouders en met kinderen. En dan heel vaak is hij met ouders dat aan het doen. En hij zei, acht van de tien ouders zeggen, goh, ik vind het zo leuk om ja. tegels eruit te halen. Ik ben eigenlijk werk aan het doen. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk. En hij zei, ja, mensen zijn dus kwijtgeraakt. kwijt te raken wat de essentie is. Dat dingen maken op een goede manier in balans met de natuur en harmonie, et cetera, et cetera. Ja. Dat, zie, dat voel je hier wij ook hebben, eigenlijk dat, hier uh, wij hebben, Als je op de hashtag Greenbase intikt. dan zie je dat wij twee jaar geleden. een van de grootste schoolpleinen van, van Arnhem. helemaal hebben verbonden. Ja, ja. Dat is een enorm project geweest. maar we hebben gezegd: dat gaan we met de leerlingen doen. Ja. Met de buurtjeugd. Want de buurtjeugd die zou het plein kapot maken, zei iedereen. Totdat je ze erbij betrekt natuurlijk, want dan is het een plein. Ja. En we hebben daar niet een whipcup neergezet. We hebben daar theaters gebouwd. We hebben daar uh, nieuwe basketbalvelden gemaakt. Met, met palen van boomstammen en zo. Dat is een spektakel geworden. Ja. Klimbomen. Met past, elkaar iets te maken. Juist, en dat is met de hele school gegaan. Er stroomt een riviertje over het schoolplein. Ja. Het werkt allemaal. Maar is dat misschien niet iets wat we dreigen kwijt te raken in de samenleving? Misschien we ook bij... wel ja, we op man... nationaal niveau. Dus we maken geen dingen meer. Hè? Nee, ik ben bang. Uh, ik heb laatst een gesprek gehad met de directeur van een hele grote machinefabriek. Uh, hele gedreven jonge dame. En uh, heeft een grote omzet, 160 miljoen per jaar. En die zei: Marco, ik ben bang dat we het gat al hebben. Ja. En ik ben het met haar eens. Ze dus wij stromen nu bij ons stromen de zestigers uit. Er komen wel wat twintigers binnen. Maar die moeten juist die kennis hebben ja. van die zestigers. Maar ja. die zestigers zeggen van, ja, ik ben bijna met pensioen klaar. Dus die is nu een programma aan het ontwikkelen om die mensen die zestig, zestigers zijn, om die vast te gaan houden. Om te zeggen, ik moet ze hebben om die kennis die ze hebben door te geven. Ja. Het gat is chip En iedereen staat ernaar te kijken en niemand vult het op. Ja. En wij nou ja, kunnen, ja, iedereen, nou, we kunnen niet direct de oplossing zijn. Maar krijgen wij meer steun vanuit de overheid, bijvoorbeeld op die techniekfondsen. Dan kunnen wij ook de docenten die graag uit het onderwijs weg willen... en hier met techniek willen werken, ja. kunnen we wel in aanzetten. En dat is mijn frustratie. Ik heb weinig frustraties, maar als ik de honderden miljoenen zie... en de centen die wij moeten schrapen, kan ik daar wel eens moedeloos van worden. Dat is ook wel... Je moet ook echt wel... Ja, het heeft ook het... Een soort start-up-idee, je moet echt ja. tegen de beweging invechten. Uh, maar ja. het begin nu, want jullie zijn wel aan het groeien. Hè? Zeker, zeker. Ja. Meerdere plekken, ja. verbindingen aan het leggen. Exact. Nou ja, goed, we hebben nu ook een vestiging in Rotterdam kapelle ja. Een grote locatie die al heel snel tot vorm komt en ook door de jongeren zelf wordt opgebouwd. We zijn met andere steden bezig waar ik nog niks over mag zeggen, nee. maar ik zou zeggen, onze website wordt binnenkort vernieuwd. Hou ons in de gaten en uh, er wordt wel wat over verteld, denk ik. Leuk hoor. Leuk. Nou, het is ontzettend uh, bijzonder om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Uh, wat gaat de aankomende jaren voor jou, of de aankomende periode, uh, voor jou een belangrijk uh, project zijn? Of iets waarvan je zegt: Nou, daar wil ik, heb ik zin in om uh, mijn tanden in te zetten, misschien als slot? Nou ja, ik, we zijn vooral heel erg bezig omdat we juist zo groeiende zijn om de, om de visie en uh, de pedagogische werkzaamheden binnen Wahalap uh, te verbeteren. Ja. Um een betere samenwerking ook tussen de uh, stagiaires, zodat we ze nog beter kunnen opleiden ja. en nog beter onze visie uh, kunnen delen. Ja, we zitten met een probleem stagiaires, hè? want uh, we krijgen stagiaires van van de radbouw tot tot Saxion ja. ja, Maakt niet uit. Uh, maar ik zeg wel eens: wij moeten de jongens en meisjes beoordelen aan de hand van de criteria die de school ons geeft, en die, die zijn voor ons zo probleem. passé. Die ja. zijn zo. Out of, dat is alsof je naar een Tesla garage gaat. En alleen maar een uh, technische inhuurt die alleen benzinemotoren kunnen doen. Ja. En dat is, vind ik, heel proberend. Dat is een worsteling. Dus, dus, dus ik heb dat ook op de KPZ uh, aangekaart. Van jongens, kunnen we niet eens gaan kijken van wat leren jullie de studenten? Is dat nog congruent met wat de tijd nodig heeft? Heel hoop dingen zullen dat zijn. Hè? Dat, ja. De pedagoogse, de vaardigheden en zo. Ik zeg maar uh, ik zie gewoon studenten, die moeten het over cliënten hebben. Nou, het woord cliënt is hier verboden. Dat ja. is gewoon verboden. Ik bedoel, je gaat hier niemand een cliënt noemen en ook geen nummer geven. Dat nee. gaan we echt niet doen. Er zijn jongens en meisjes die moeten alles beoordelen aan de hand van dossiers die ze moeten doorworstelen. Nee, wij zeggen: ga eens aan de gang met dat kind. Ga eens leren kijken. Ja. Als wij op een pedagogische academie komen en zeggen: jongens, wat is de belangrijkste vaardigheid van een pedagoog? Dan hebben ze het over de, de principes van Piaget en over dit. Wordt er wordt van alles bijgehaald. Kijk. Dan zeg ik, nee, dat zijn die twee ogen die je ja, hebt. Leren kijken. Leren kijken. kijken. Weet waar en, je naar moet kijken. Weet weten ja, wat je dan moet zien. Ja. En wat je moet herkennen. Dus in die zin is het ook een, uh, ga je ook in de aankomende periode ja, ook naar, naar het onderwijs toe. Um, ja, een beetje wakker schudden, hè, zou ik kunnen zeggen. Ik denk wel dat... Nou, die ze, luisteren. Willen, ze, willen, ze, ze, willen ze willen ook. Willen ja, nee, dat, dat, ik bedoel, daar ben ik zijn... zo blij om, weet je wel. Ik bedoel, ja, ik, ja. ik zou moedeloos worden als ik nu na zoveel jaren ploeteren, hier nog steeds in mijn eentje stond en jullie mij alleen met z'n tweeën mij filmen en zeggen, oh, Marco, wat een mooi plan en uh, dankjewel hoor. En voor de rest gaan we naar de orde van de dag. Ja. Nee, er wordt steeds beter naar ons geluisterd. En er wordt ook steeds vooral de verbinding gezocht. Want ga mij geen visitekaartje geven met het woord verbinden erop als je niet verbindt. Nee, dat lijkt me ook... Ja. Actie. Ja, ja. Actie. Laat zien wat je school durft. dingen doen. Ja, laat zien wat je kan. Heel mooi. Nou, techniek, design, architectuur, kunst, media, recycle education. Ja. Dat zijn dingen die je hier kan doen. Ik denk dat we nog heel veel gaan horen van Het Was ontzettend leuk het. om hier bij jullie te gast te zijn. En ja, je voelt de energie ook als je hier komt. Uh, nou, we hebben ook uh, op Twitter heb ik al eerder wat foto's van gemaakt, maar die zal ik ook even op de website uh, plaatsen. Uh, ja, check ook zeker even walhalla.nl. Daar kan je meer ja, informatie. Maar het in. leukste vinden wij altijd. Kijk, die website gaan we nu vernieuwen. Want ja. was, daar, daar hebben we geen tijd voor. Ik zal eerlijk zeggen, we hebben een kleine club, dus we moeten alles ja. maar uit de lengte de breed halen. Maar Volg onze socials, want daar zie je alles. Ja. Op Twitter ja. zie je alle foto's, filmpjes en de gekste dingen die ze maken bij ons. En dat is EdwinHalop Dan heb je het. Ja, goed. Nou, als je nu luistert en denkt ik wil meer weten, ga even naar chipcastnl slash doe mee. Dan krijg je de nieuwsbrief automatisch gratis en voor niks om de week in je mailbox. Bedankt voor het luisteren of kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dankjewel Chip en dankjewel Joost voor het technische werk. Dank dankjewel. Ook belangrijk. Dankjewel. Ja, zeker.